jong en talentvol. Dat is atlete Marijke Esselink uit Winterswijk. Ze doet aan meerkamp. Meerkamp bestaat uit 7 onderdelen. 100 meter horden, hoogspringen, kogelstoten, 200 meter hardlopen, verspringen, speerwerpen en de 800 meter hardlopen. Maar wat is haar favoriete onderdeel? Ik vind alles wel leuk. Ja, horden en kogelstoten, daar blink ik een beetje in uit, dus dat is al extra leuk. Maar ik vind alles wel leuk om te doen eigenlijk. Hoe vaak train jij per week? Ik train ongeveer 5 keer per week. Ik doe ongeveer 2 onderdelen op een dag. Ik zag je ook met een verschillende schoeisel lopen. Heb je voor elke sport een andere schoeisel? Ja, bij bijna elk onderdeel heb je andere schoenen aan. Voor horden en sprint kan je dan dezelfde gebruiken, maar voor hoogspringen of speerwerpen of werpen heb je andere nodig. Ja. Hoe is de samenwerking met je trainer? Gaat supergoed. Ja, ik zit een erg fijne coach. Ik werk al sinds dat ik op atletiek zit bij hem. Kijk. Pam. 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 Prachtig, Marijke. Marijke is mijn pilotatleet. Die krijgt de meeste aandacht en de meeste focus. Het is omdat ik heb ongeveer 8 jaar geleden gezien als kind met een sportwedstrijdje. Waar dacht ik, die moet ik aanspreken en bij atletiek betrekken. Dus 6 jaar geleden kwam ze echt voor eerste wedstrijd, eerste training. En toen hebben wij al over Olympische Spelen gesproken. En wat maakt jou nou een goede meerkampster? Ik denk dat ik redelijk allround ben. Ik kan elk onderdeel wel goed. Het is niet dat eentje super slecht is of eentje uitblinkend goed. Dus ja, ik denk dat het meer is. Ja. Werken met Marijke is prachtig inzien dat zij kan ontzettend veel. Zij kan vertalen instructie in beweging. Dat kan zeer weinig mens zijn. Zij heeft ongelooflijk sterke drive om iets te bereiken. En zij geeft ook alle energie in dat bereiken. Dat betekent, zij is de hele tijd volledig bezig om in atletiek iets te betekenen. Dit jaar ben je voor het eerst internationaal geweest. Hoe ging dat? De eerste wedstrijd was in Tsjechië. Die ging hartstikke goed. Toen heb ik bijna het limiet gehaald voor het WK. Uiteindelijk hebben ze toch gekozen om mij naar het WK te sturen. Alleen daar ging het iets minder. Maar het was zeker een mooie ervaring. Ja. Was dat tot nu toe ook het hoogtepunt van het jaar? Ja, denk het wel. Zeker. Ja. En hoe bereid jij je voor op wedstrijden? Veel relaxer voor de wedstrijd. Zoveel mogelijk in de trainingen de onderdelen doen die ik ga doen. En dan in de wedstrijd gewoon lekker relaxed beginnen en kijken wat eruit komt. Nou, ben je doe goed? Dus probeer even focussen voor kin. Ja, dat was mooi boog. Waar zie je Marijke over een aantal jaar? Ik verwacht en ook alle werk en alle communicatie is gericht om hoogste doelen te bereiken. Ik denk dat in haar mars is al over 4 jaar op Olympische Spelen staan. Maar natuurlijk, zoals overal in topsport, is op weg nog te veel hindernissen. En soms bij Marijke zal ik zeggen ook witte beren. Die bestaan niet, maar toch in hoofd komen soms naar voren. En die wij moeten dan bestrijden. Maar haar trainingsinzet en steun van haar familie laat mij denken dat zij kan op topniveau komen. En wat bedoel je met hindernissen? Kun je een voorbeeld noemen? Hindernissen kunnen zijn dat trainen ze te hard en kan ze uitgeput of overgetraind raken. Dus dat zie ik al soms. Dat moet ik voor haar schema even soms relax momenten schrijven. Ontspanning is de belangrijkste essentie van training. Wat zijn je plannen voor na de zomer? Vooral veel gaan trainen voor het indoorseizoen. Dat is meestal in februari en dan doe je nu al de voorbereidingen voor. Ja.
En je gaat ook naar school toe? Ja, klopt. Ja, ik ga naar het Johan Cruijff College in Enschede. Het is een speciale school voor topsporters. Het rooster wordt eigenlijk een beetje om je sport heen gebouwd. Dus 's ochtends beginnen we nooit eerder dan 9:30. En voor toetsen kan je makkelijk vrij krijgen. En ja, het is allemaal net iets makkelijker dan een normale school. Ja. Nou, wat zijn je ambities als atlete? Ja, zo ver mogelijk komen en ik hopelijk over 4 jaar in Tokio mag staan. Dan ga je over 4 jaar met haar mee naar de Olympische Spelen? Het is in Tokio, dat betekent voor vrijwillige trainer groot, niet alleen financieel, maar ook tijdinvestering. Maar dat zal ik wel investeren. Heb je nog bepaalde grote voorbeelden? Ja, ja, ik heb er meerdere eigenlijk. Natuurlijk ja, Daphne Schippers en de Nederlandse meerkampsters. Maar ook degene die laatst Olympisch kampioen is geworden, Tiam, dat is een Belg. En die won eigenlijk gewoon de gouden medaille daar, terwijl ze super jong is. En ook gewoon haar zenuwen onder bedwang heeft kunnen houden. Dat vind ik super vet. Heb je nog gekeken naar de Olympische Spelen? Elke dag. Echt, elke sport heb ik elke dag wel voor gezeten. Dat vind ik echt leuk. Hoe vond je dat Daphne deed? Ja, ik vond dat het goed doet. Echt, ik vind het soms wel een beetje zielig voor haar te zien hoe mensen op haar reageren. Maar ja, ze is ook een mens en ze doet ook haar best. En zilver, hartstikke knap vind ik dat. Echt waar. Heb je nog bepaalde rituelen die je doet voor een wedstrijd? Nadal valt altijd met zijn tennishanddoek altijd op dezelfde manier op bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld als ik in de startblok zit, dan kijk ik eerst een paar keer omhoog. Doe ik even mijn haar nog naar achter en dan ga ik gewoon rustig zitten. Dat soort dingen heb ik. Maar verder niet echt, nee.